Leuk dat u even de moeite neemt om deze video te bekijken. Ik krijg de laatste tijd veel vragen over wat krijg ik nou terug van mijn verzekering en hoe kan ik mijn factuur declareren. In deze video wil ik u hier in het kort iets over vertellen. Zelf ben ik verzekerd bij Ora en ik ga u eventjes via Ora laten zien hoe het bij hun werkt. Dat wil niet zeggen dat als u bij FBTO zit, dat deze video niet interessant voor u is. Want alle websites van alle zorgverzekeraars werken ongeveer hetzelfde. Ik ga u laten zien wat u terugkrijgt vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. Dan even bij Ora. U gaat naar verzekeren. Gaat u naar zorgverzekering. En dan staat er hier links van het scherm staat aanvullende verzekering. Klikt u op. En dan staat er hier een blauwe balk met bekijk wat je vergoed krijgt. Nou, u bent natuurlijk bij de mondhygiënist, dus dan gaat u naar de M. En dan staat er mondhygiëne en preventie. Daar klikt u op. Dan komt u op de pagina met wat krijg ik vergoed vanuit de tandartsverzekering. Daarin kunt u alle vergoedingen vinden voor de tandarts en mondhygiënist. En als u daar nog verder vragen over heeft, dan zou ik u willen aanraden om contact op te nemen met uw zorgverzekering. Ook wil ik u graag laten zien hoe u door middel van uw mobiele telefoon een rekening kan declareren. U gaat naar uw zorgverzekering en dan staat er hier declareren. En dan kunt u klikken op rekening indienen. Dan kunt u kiezen uit een bestaande foto of u maakt een foto van de nota. Ik maak even een foto ervan. Denkbeeldig. Gebruik foto. En dan kunt u invullen aan wie moet de rekening uitbetaald worden. Nou, uzelf, mijzelf in dit geval. Heb je deze kosten in het buitenland gemaakt? Nee. Klikt u op ga verder. En dan klikt u op verstuur. Ga ik nu niet doen, want anders dan krijgen ze een rekening van een houten dienblad. Maar u begrijpt het principe natuurlijk. Heeft u geen app? Dan kunt u heel gemakkelijk uw rekening indienen per mail of per post. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat u hier iets aan heeft. Wist u dat u ook online uw afspraak kunt inplannen? Kijk eens op mkmondzorg.nl. Graag tot ziens in onze praktijk.